Hoi en welkom bij weer een nieuwe review slash uittestvideo. Deze keer de Ottergami Pro Bullet Journal. De reden dat ik deze heb gekocht is het volgende. Ik ben natuurlijk op zoek naar mijn nieuwe bullet journal voor aankomend jaar. En ik weet, het is misschien wat vroeg, maar ik heb dat soort dingen liefst altijd op tijd in huis. Zodat wanneer ik opeens het idee heb van hoe ik het precies wil gaan doen qua uitstraling en dergelijke, dat ik daar gelijk mee aan de gang kan. Nou, we hebben natuurlijk al een eerdere video gehad over deze grote bullet journal. En deze wil ik gaan gebruiken voor collections. Nou heb ik eigenlijk altijd eenzelfde journal voor mijn reading journal. Dat is namelijk deze simpele. En die heb ik ook in een neutrale kleur besteld. Een soort lei, grijs, lichtbruinachtig. Er zit een beetje tussenin. Ik hoop dat die meer bruinig is, maar we zullen zien. Want ik heb besloten dat ik aankomend jaar vooral neutrale tinten wil. Dus beige en bruin. Dus naar aanleiding van deze voor collections past deze er natuurlijk perfect bij. Sowieso, het is een mooie nep lederen cover. En de reden wat deze me aansprak was het feit dat dit 150 gsm papier is. Dit komt natuurlijk extreem dicht in de buurt bij het papier van Archer & Olive, wat 160 is. En aangezien Archer & Olive toch niet echt meer aan te komen is hier in Nederland, of in ieder geval niet zonder een extreem absorbent amount te moeten betalen voor shipping en inklaringskosten en allemaal dat soort shit, moest ik echt op zoek naar iets anders. En aangezien ik aangenaam verrast was over deze, dacht ik, hebben ze nog meer? En inderdaad, toen kwam ik dus deze tegen. Dit is eenzelfde formaat als de Archer. En waar is het de bullet journal, jongens? Sorry. Natuurlijk, hij lag net iets verder weg. Dat was wat ik dacht. Deze geeft aan dat hij 192 pagina's heeft. En zo op het eerste gezicht lijkt het echt flink dunner als de Archer & Olive. Zoals je hier zo ziet, er zit wel echt een duidelijk verschil tussen. Dus ik ben benieuwd, want ik weet dat deze ook 192 pagina's had. Oh wel. Qua formaat zelf is het exact hetzelfde B5 formaat. En dat is gewoon wat voor mij eigenlijk gewoon het perfectste is. Dus daarin zit hij sowieso al goed. Laten we er samen gewoon eventjes naar gaan kijken. Allereerst laten we even dit kort afhalen. Ik vind zelf dat het leer erg mooi is. Hij is lekker. Het is mooi en zacht leer. Daar hou ik altijd wel van. Enigste punt wat ik al gelijk merk is het feit dat deze journal geen penloop heeft in de achterkant. Maar tegenwoordig kun je die wel allemaal los kopen. Ik weet zo bijvoorbeeld dat voor mijn Luchtroom, die had er ook geen. Daar heb ik ook een losse penloop voor gekocht. Dus misschien dat ik die kant op moet gaan. Er zit zoals altijd wel een pocket in de achterkant. Een elastiekje om hem mee dicht te doen. En er zit sowieso ook een leeslintje in. In dit geval alleen wel eentje. Ze hebben wel mooie front- en endpapers in de journal gemaakt. En het papier zelf voelt in ieder geval stevig aan. En dan gaan we over naar tabletop, zodat we samen even kunnen kijken wat het verschil nu allemaal is. Nou ja, zoals we zien, het leer zelf is op zich echt wel heel erg mooi. Er zit een heel klein beetje een structuurtje in de kleur. Ottergami zelf is er ingeëmbost, dus het ziet er ook wel heel mooi uit. Maar het leer zelf is wel heel erg glad, dus het voelt fijn in de hand. Altijd mooi. Dan gaan we kijken natuurlijk naar de pagina's zelf. Allereerst, het voelt goed stevig aan. Je merkt wel dat dit ietsje dunner is als die van Archer & Olive. Zoals we al zeiden, hè, er zit sowieso een flap in of een vakje in aan de achterkant, maar hoe we dit natuurlijk het beste kunnen gaan vergelijken is die van Archer & Olive naast leggen. Nou ja, de allereerste ding wat tegelijk duidelijk zichtbaar is dat Archer & Olive duidelijk echt wit papier heeft, terwijl deze Ottergami ook weer, net als de andere, eigenlijk meer een crème kleurige kleur heeft. Ik persoonlijk vind dat niet erg, ik vind dat juist mooier, omdat daar heel veel tinten mooier op uitkomen. En wat ook heel duidelijk zichtbaar is, is dat de dots zelf duidelijker zichtbaar zijn in de Ottergami en net ietsjes groter dan in de Archer & Olive.
ook weer iets dat niet per se extreem is of vervelend is. Het aantal puntjes zijn precies hetzelfde en de plaatsingen van ook exact hetzelfde. Dus dat neemt zich gelijk over. Je hebt wel eens dat hier soms bij sommige journals net iets anders gedaan is. Deze journal is wel iets anders opgebouwd. Als je ziet, hier zit een kapitaalband om. En dit is echt duidelijk en geplakt. En dit is echt duidelijk met losse loops of losse velletjes die eigenlijk samengemaakt zijn. Daarnaast is de achterkant bij een Archer Olive los. Daardoor krijg je hier nou door overmatig gebruik gevouw in. Dus ik ben benieuwd hoe dat dadelijk uiteindelijk voor effect gaat hebben op de achterkant van deze journal. Dat is natuurlijk niet iets wat we in deze video specifiek kunnen gaan bekijken. Dus wat we nou vooral gaan bekijken is hoe goed zijn de pagina's en wat kun je er allemaal mee. Als je de andere review had gezien, had je ook gezien dat toen Express allerlei verschillende bruin tinten met stiften en pen en dergelijke heb gepakt. Dat heb ik nu weer gedaan. En deze gaan we allemaal gewoon even één voor één testen op deze pagina. Ik heb eigenlijk exact dezelfde pennen en volgens mij ook zelfs exact dezelfde kleuren gedaan. Dus we doen hier een Stabilo, een Ecoline brush, verschillende paint markers, de Crayola Super Dip. Eigenlijk gewoon goed te laten zien wat er wel en niet door doet ghosten naar de andere kant van de pagina. En doordat we een bruine kleur gebruiken is het helemaal goed zichtbaar. Want het is toch wel een van de donkere kleuren die je kunt hebben. En die je het vaakste dan eventueel zou kunnen gebruiken waarmee het mis kan gaan. En dit laat dan wel het beste zien hoe en wat er eigenlijk allemaal mogelijk is in de journal. Ik doe voor mezelf wel echt expres even het labelen. Zodat ik ook wel op later tijd eventueel terug kan refereren hierna van wat ik nou wel en niet kan gebruiken. Maar dat het duidelijk zichtbaar is. En niet dat er allemaal losse vakjes zijn. En ik denk van wat was wat nou ook weer? Wat kon ik nou ook weer niet doen? Deze keer doe ik ook expres diverse verfsoorten erbij pakken. Allereerst, dit is gewoon een waterverf die van de Flying Tiger afkomt. Maar dit is wel iets wat ik regelmatig gebruik. Dus die doe ik als eerste, waardoor eerst echt intensief en daarna met flink wat water. Ook om te kijken hoe het papier reageert en hoe het eruit ziet natuurlijk ook met opdrogen. Hetzelfde is eigenlijk dit goedkope paletje van Metallics die van de Action afkomt. Eerst heel dik en daarna wat dunner aangemengd met nog meer water. Dan hebben we ook nog een officieel paletje met de Metallics en dat is die van FineTech. Deze heeft altijd echt water nodig om überhaupt geactiveerd te kunnen worden en te kunnen gebruiken. Dus daarom dat ik deze ook expres even los doe toepassen. En als allerlaatste doen we ook even een gouache uittesten. Oftewel een soort acrylverf. Had ook gekund. En ook deze is weer eerst dik en daarna wat dunner. Het heeft inmiddels een tijdje zitten drogen. En nou kunnen we goed zien hoe en wat er precies op de pagina allemaal is gebeurd. Het is zo vanaf de bovenkant niet erg te zien, maar er zit wel natuurlijk, zoals te verwachten was bij waterverf, een klein beetje het pagina ingedeukt is, een beetje gepoppeld is. En vooral hier op de achterkant is het goed zichtbaar. En het is ook gelijk zichtbaar welke stift het absoluut niet heeft gehaald. Dus als je hier ziet, je ziet een kleine bobbeling. Dit is wat is te verwachten, ook bij de Archer & Olive is dit het geval als ik waterverf gebruik. Degene die echt niet kan, is deze glittermarker. Nou is het zo dat in deze exact dezelfde stift hetzelfde effect geven. En in deze journal was het papier zelfs nog dikker. Dat laten we wel zien zeg maar van hoeveel dit eigenlijk al stiekem zo aan kan. Het is sowieso een stift die ik niet heel vaak gebruik. Dus ik moet zeggen dat ik echt gewoon aangenaam verrast ben. En ik denk wat dat betreft dat dit ook echt gewoon een goede journal is voor mij om te gebruiken. Ja, voor aankomend jaar. Het mooie van deze journal is dat deze verkrijgbaar is bij Amazon voor maar €14,99. Dat is natuurlijk echt een steal in vergelijking met een Archer & Olive waar je altijd minimaal €35 is voor betaald hier in Nederland. Wat dat betreft geef ik deze echt een dikke duim omhoog. Dat was het voor deze video. Hopelijk vond je video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop tot van de keer weer. Doei!